Bewoners van Nijmegen-West zijn het zat. Ze wachten al meer dan een jaar op een vergunning om voor hun eigen deur te parkeren. Bewoners van appartementencomplex Thuishavens 300 in Nijmegen wachten al 14 maanden op een parkeervergunning. Dit leidt bij de bewoners tot frustratie, omdat er genoeg ruimte is op het parkeerterrein voor de deur van het complex. Hier mag echter niet geparkeerd worden, waardoor zij vaak 20 minuten moeten lopen van hun auto naar Thuishavens 300. De bewoners van het inmiddels 14 maanden oude appartementencomplex Thuishavens 300, gelegen aan de havenkade, maken zich al ruim een jaar zorgen over hun parkeermogelijkheden. Door het uitblijven van de parkeervergunningen kunnen de beschikbare parkeerplaatsen, gelegen naast het gebouw, niet gebruikt worden door de bewoners. Dit roept frustratie op bij de bewoners die hun zorgen neerlegden bij Stadspartij Nijmegen tijdens een inspraakavond. En daar hebben de bewoners van Thuishaven 300, die hebben daar ingesproken. We hebben het aangekaart bij het college en we hopen dat die met oplossingen of suggesties gaat komen. Zodat de bewoners snelle parkeervergunning hebben. Sowieso dat ze aan de dichtbij zijn, zijn de parkeerplaatsen. En die staan bijna altijd leeg. Daar zouden hun de auto's kunnen parkeren. Alleen het is een andere zone, dus daar zal dat geregeld worden. Dat ze gebruik kunnen maken van die zone en dat ze daar een parkeervergunning voor krijgen. Vanuit gemeente Nijmegen gaf woordvoerster Marleen Oldenhaven een schriftelijke reactie. Zij liet hierin weten de situatie vervelend te vinden voor de bewoners. De gemeente is bezig met een juridisch onderzoek wat in de afrondende fase is. In het onderzoek wordt gekeken naar de rol van de gemeente, ontwikkelaar en bewoners. Bewoners krijgen geen parkeervergunning op straat, daarom is aangegeven dat zij wel een abonnement kunnen aanschaffen voor een parkeergarage, zoals de Keizer Karel garage. Het is een complexe situatie waar gemeente Nijmegen nog mee bezig is en waar de gemeente de bewoners samen met de ontwikkelaar op de hoogte houdt. Voorwaarde voor de bouw van dit pand was dat parkeren voor bewoners op eigen terrein gerealiseerd moest worden, omdat bewoners geen parkeervergunning krijgen voor parkeren in de openbare ruimte. De politie in Bergendaal is op zoek naar twee mannen die worden verdacht van winkeldiefstal. Op social media wordt een foto gedeeld van beide mannen, van het moment waarop zij de gedupeerde winkel binnenliepen. Mensen die weten wie deze mannen zijn, worden gevraagd contact op te nemen met de politie. Dat kan via telefoonnummer 0800 6070 of door een privébericht te sturen via social media. Schrijver Thomas Oldeheuvelt ondertekende vanmiddag een contract met de gemeente Nijmegen voor het schrijven van een roman waarin de stad een rol speelt. Dit is de zesde schrijfopdracht van de gemeente Nijmegen. Nijmegen verstrekt gerichte schrijfopdrachten aan auteurs, zodat de stad een plaats in de literatuur krijgt, wat belangrijk is voor de promotie van de stad. Ik speel langer met het idee om met mijn eigen stad iets te doen. Wat ik over kan zeggen, het wordt een klassiek Thomas Oldeheuvelt verhaal. Dus het wordt een klassiek Giesel verhaal. In onze moderne stad. Teruggraven naar een dieper verleden. Nou, Nijmegen heeft de afgelopen jaar al regelmatig een schrijfopdracht aan een Nederlandse schrijver gegeven. En vandaag voegen we iemand aan toe. Thomas Oldeheuvelt, die zal het volgende boek in de reeks gaan schrijven. En het duurt nog even, najaar 2026, dan zal het er zijn. Dus een mooi moment. En ik denk ook dat echt de hele stad erin voorkomt. Het is niet alleen één plek, niet alleen één wijk of zo. Nee, het wordt echt Nijmegen in hart en nieren. Nou, je kunt op heel veel manieren over je stad praten in heden en in de toekomst. Je kunt ook op heel veel manieren je stad dus neer willen zetten. En jaren geleden is ooit bedacht, ook al door mijn voorganger, van literatuur is iets wat bij Nijmegen hoort. En literatuur is ook een mooie manier om Nijmegen als thema, als stad, als leefomgeving, net wat je wilt, neer te zetten. Het is dus een alternatieve manier van je stad te promoten, zelfs als het geschreven niet altijd positief is over je stad. Dus die stad die ken je van binnen en van buiten. Ik heb altijd gefantaseerd en overal waar ik kom, je ziet de ruimtes waar je bent, waar je loopt. Maar er zijn zoveel ruimtes die je niet kent op plekken. Plaatsen hebben een soort kracht in zich. En ik ben benieuwd naar die plekken waar je niet kunt komen. Net onder de steegjes, achter de gebouwen, overal. In de aderen van Nijmegen eigenlijk. En
dat daal ik denk ik de inspiratie vandaan. Er komen een heleboel mooie dingen samen. De liefde voor literatuur, mensen die echt geïnteresseerd zijn in schrijven en lezen, wat echt wel kenmerkend is voor deze stad. En tegelijkertijd Nijmegen neerzetten. Eerdere schrijfopdrachten gingen onder meer naar AFTH van der Heijden, Thomas Verbocht en afgelopen najaar nog naar Abdelkader Ben Ali. Een schrijver die deze opdracht aanvaardt krijgt 30.000 euro om een boek te schrijven. Het boek van Oldeheuvelt verschijnt naar verwachting in het najaar van 2026. Vandaag was een zonnige, maar toch frisse dag. De temperatuur zal vanavond nog verder dalen tot rond het vriespunt en lokaal is er zelfs kans op een lichte nachtvorst. Het blijft vanavond en vannacht droog, met enige bewolking. Deze bewolking blijft morgen ook nog hangen, maar hier en daar kans op wat zonneschijn. De temperatuur wordt overdag zo rond de 10 graden. De dagen erna wordt het weer wat regenachtiger. Donderdag verdwijnt de zon weer en is er kans op af en toe een bui. Ook vrijdag zal het bewolkt zijn, maar er is wel meer kans op wat zon. Het wordt daarbij zo'n 5 à 6 graden. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 27 februari. Kijk voor het laatste nieuws op onze website rn7.nl. Morgen zijn we terug en dan bezoeken we onder meer voetballend Groesbeek. Want daar komt meer ruimte voor meisjes. Graag tot morgen.